Hey, welkom bij dag 2 van The Power of Journaling Challenge. En gisteren hebben we het gehad over waar een journal allemaal nuttig voor is. En dat was een hele lange opzomming. En misschien heb je er wel inspiratie op gedaan van, dit ga ik met mijn journal doen. Je kunt je journal gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling, voor je business of voor allebei. En ik heb je gisteren ook mijn verhaal verteld over hoe journalen voor mij energie- en geluksverhogend is gebleken. En dat voor jou ook kan zijn, doordat je bewust wordt van je gedachten en je gevoelens en je gedrag. Kun je het ook eventueel loslaten of veranderen. En door helder te hebben wie jij bent en wat jou blij maakt en wat jou energie geeft, kun je daar meer op gaan focussen. En where focus goes, energy flows. Dus op het moment dat je dat gaat doen, zul je ook ontdekken dat je dus meer en meer energie gaat krijgen. Alleen daarom al zou je gewoon de hele dag moeten journalen. Nee hoor, maar het is wel handig als je dat weet. En vandaag wil ik het met je hebben over journalen voor je persoonlijke ontwikkeling. En ik deel 3 methodes met je om je journal voor je persoonlijke ontwikkeling te gebruiken. En die 3 methodes zijn reflecteren, dingen die je leerde, eigenlijk je lessen ontdekken. Doelen, dus dingen die je wenst in je leven, dus dat gaat over manifesteren. En dankbaarheid, dingen waar je dankbaar voor bent. En dat wat meer cultiveren, om het zo te zeggen. We beginnen met reflecteren. En het bijhouden van een reflectiejournal, of reflecteren in je journal, dat is een hele krachtige manier om je dagelijkse ervaringen en gevoelens te verwerken. En door te reflecteren, wat eigenlijk een beetje zoiets als terugkijken is. Je kunt ook vooruit reflecteren, maar filosoferen. Maar door te reflecteren op wat al geweest is, hoe je reageerde en wat je daaruit geleerd hebt, ontwikkel je eigenlijk een dieper begrip, een beter begrip over jezelf en over hoe jij omgaat met verschillende situaties en verschillende emoties. En doordat je daar dus achter komt van ik reageer in deze situatie met deze emotie, kun je ook gaan kijken van wat zou ik eigenlijk willen? Waar zou ik nou naar verlangen? Welke emotie zou ik liever hebben? En dan kun je het ook veranderen. En het hele ding is, als je je niet bewust bent, dan kun je ook niks veranderen. En zoals je weet zijn we maar 5% bewust van alles wat we doen. Dus er is nog wel wat winst te behalen. En de winst die je krijgt als je hiermee bezig gaat, is dat je emotionele intelligentie vergroot. En dat je ook nog betere copingstrategieën ontwikkelt voor stress en uitdagingen. En dat is op zich ook wel logisch, want op het moment dat je je bewust wordt van ik reageer altijd zo op een bepaalde situatie, dan kan je dat ook de volgende keer misschien anders doen als je dat anders zou willen. Voorbeeldje, ik heb altijd heel veel angst gehad om op het toneel te staan. En ik heb me in eerste instantie niet gerealiseerd wat nou precies die reden was. Dus ik ben dat eerst gaan onderzoeken. En ik kwam erachter van ik krijg er heel veel stress van. En ik heb het gevoel van als ik op het toneel ga staan, dan ga ik dood. Nou, dat heeft natuurlijk met je oerbrein te maken. Dat is allemaal terug te voeren naar allerlei theorieën. Maar op het moment dat je je bewust wordt dat je die angst voelt, dan wordt angst vaak ook al minder. En wat je dan kan doen, is ook zeggen van ik zou eigenlijk liever willen dat ik die angst anders label. Dus in dit geval, ik vind het heel eng om op het toneel te staan en ik ervaar dan bepaalde lichamelijke reacties die stress veroorzaken. Dus ik krijg zweet en oksels, ik krijg knikkende knietjes en overal voel ik me nogal hyper. Die eigenschappen die heb je ook als je excited bent. Als je zin hebt in iets, dan kan je ook knikkende knietjes hebben. Dan kan je ook stuiteren. En dan kan je ook angstzweet hebben. Of nou dan in dit geval plezierzweet. Dus wat als je je bewust wordt van... Hé, wanneer gebeurt dit nou precies? En is dat, nou ja, sowieso is het reëel dat ik dat heb. Is die angst wel logisch? En vervolgens kun je kijken van... Nou, kan ik die... op een andere manier labelen, waardoor ik er beter mee om kan gaan. Nou, op het moment dat je dus stress vervangt voor... ik heb gewoon alle kenmerken van iemand die super excited is om dit te doen. En ik vind het heel erg spannend, maar wel heel leuk. Dan gaat dat natuurlijk heel anders voelen. En ga je ook, die ervaring gaat ook heel anders zijn. Nou, dit soort technieken kan je dus leren door te journalen. En dit soort dingen word je er steeds bewuster van als je dat in je journal bijhoudt. En wat het fijne is van zo'n reflectie, is dat je, als je dat heel vaak doet, dan ga je ook echt die veranderingen zien. Dan ga je echt je eigen persoonlijke groei zien. En dan kun je ook je eigen ontwikkeling dus monitoren en ook vieren natuurlijk. Hè? Want op het moment dat het je lukt om gedachten om te buigen, om eigenlijk je brein te rewiren, een andere plaat op te zetten, zei ik gisteren ook, hè, dat was mijn voorbeeld van, ja, dat je elke keer dezelfde dingen tegenkomt, dat je een soort repeterend patroon tegenkomt, dan kun je ook kijken van, nou oké, wat zou ik daarvoor in de plek willen zetten, iets wat me wel dient, waar ik wel wat aan heb, waar ik wel energie van krijg, dan kan je dat bewust veranderen. Maar dat kan niet als je niet weet. Als je niet bewust bent, kan je niks doen. Dus dat hele proces, dat kun je dus doen door te reflecteren. En een van de manieren waarop je dat kunt doen, vragen die je zou kunnen stellen, kun je overigens ook in je business natuurlijk doen. Hè? Dit is niet alleen maar voor je persoonlijke ontwikkeling. Eigenlijk kijken naar wat gaat er al goed? Wat zou er eventueel beter kunnen? En je kunt dat ook formuleren als waar is ruimte voor verbetering? Voor sommige mensen voelt dat wat prettiger dan wat kan er beter? Alsof alles slecht is. Dus waar is ruimte voor verbetering? En wat zijn je gevoelens en je gedachten over wat er goed ging? En wat zijn je gevoelens en gedachten over wat er beter kan? En door te kijken naar wat gaat er nou eigenlijk goed. Dus je hebt iets meegemaakt of je hebt iets, je had een project en je bent het gaan doen en je gaat, gaat erop reflecteren. Dan ga je kijken van nou, wat ging er goed? Nou, de meeste mensen vinden dat heel erg moeilijk om te kijken naar wat ze nou goed gedaan hebben. Door dat dus veel vaker bewuster te doen en dat ook te journalen, ga je ook daarin oefenen om jezelf gewoon complimenten te geven, om eigenlijk als een soort helikoptertje boven jezelf te gaan hangen en te zien van, ik heb dat inderdaad wel heel goed gedaan. Ah, misschien is dat wel mijn zone of genius, misschien is dat wel iets wat me eigenlijk gewoon heel makkelijk afgaat en waar ik gewoon super goed in ben. Misschien mag ik mezelf daar ook wel eens credits voor geven. Misschien is het wel echt mijn goud. En door dat vaker te doen, ga je ook veel duidelijker voelen van, ja, dit is het wel of dit is het niet. Hier ben ik echt goed in, hier ben ik minder goed in. En it's all good, hè. Het is niet, ik geloof helemaal niet in wat je vroeger op school te horen kreeg van, ik was dan heel erg goed in aardrijkskunde en Engels, daar had ik altijd 9's en 10's voor. Maar voor wiskunde met moeite een 4. En dan moest ik altijd heel veel aandacht aan wiskunde besteden. Waardoor je dan zoveel aandacht daaraan besteedt, dat eigenlijk je andere vakken ook allemaal gemiddeld naar beneden gaan. En dan zit je uiteindelijk op alles met een krap 5,5. Ik geloof daar niet zo in. Ik geloof niet dat dat echt heel nuttig is. En het is in de praktijk ook bij mij in ieder geval zo gebleken dat een beetje verspilde moeite was. En dat je veel liever kan focussen op die dingen die je van nature al gewoon goed kunt. En daar gewoon beter in worden. Maar goed, ja, soms heb je wel eens van die dingen die je toch moet doen. En waar je toch wel eens iets hebt van nou, daar moet ik wel... Daar zit wel een kans voor verbetering in. En misschien kan ik dat ook wel. Misschien is het wel, word je wel tegengehouden door een bepaalde angst of een bepaald verhaal wat je erover hebt. En is het wel te fixen. Door te kijken wat er niet goed gaat, kun je groeien. En kun je beter worden. En wat we vaak zien is dat dit eigenlijk, daar zijn we best wel goed in onszelf afkraken. Hier heel streng op te zijn. Meestal doet onze innerlijke criticus ook nog een duit in het zakje. Die zit ook nog mee op de voorste rij te roepen van ja, nee en zou je dan wel doen? En nee, je bent daar inderdaad niet goed in. Dan heb je nog dat duiveltje en dat engeltje op je schouder. Nou, die vinden er ook altijd wel wat van. Sowieso negeren die bende. Zo snel mogelijk je huis uitsturen, al die types. Daar gaan we het nog over hebben in de sessie. Over hoe je journalen voor je creativiteit kunt gebruiken. Dat is overmorgen. Maar je kan altijd op een liefdevolle manier kijken naar hoe kan het beter. En het gaat niet om jezelf dus af te kraken. Het gaat om gewoon te verbeteren. Next level te gaan. Dus ook dat weer anders benoemen zorgt er ook voor dat het makkelijker voor je is. Als je gaat kijken naar wat is mijn gevoel nou over wat er goed ging. Hè? Hoe blij ben ik daarmee? En wat zijn mijn gedachten daarover? Dat geeft ook natuurlijk bepaalde inzichten. En daar kan je dan ook weer volgende beslissingen op afstemmen. En gewoon meer inzicht in jezelf krijgen. In hoe doe ik dat nou? Hoe werk ik nou eigenlijk? Hoe werkt het nou met mijn gedachten en gevoelens over dingen? En gedachten en gevoelens, die geven we heel veel waarde. Hè? Die vinden we heel belangrijk. We zijn er ongelooflijk mee bezig met wat we denken en voelen. En eigenlijk zijn gedachten en gevoelens slechts, hoe zal ik het zeggen? Ik noem het altijd een soort energiewolkjes. En jij kiest die zelf uit. En ook op basis van wat je geleerd hebt, wat jouw verhaal is over wie jij bent... kies je die uit. En je zou dus ook voor kunnen kiezen om iets anders te denken of te voelen. En voor sommige mensen is dit een soort van ver van mijn bed show. Die worden overmand door gevoelens die hebben helemaal geen invloed op hun gedachten. Maar dit kan je trainen. Dat is ook een soort van spier die je kan trainen. En je kan dus bewuster worden van gedachten. En je kan door die bewustwording andere keuzes gaan maken. En je gedachten anders labelen, er minder waarde aan hechten, er niet zo lang bij stilstaan, als dat heel veel mensen soms doen. Hè? Die soort heel lang bij een bepaald gevoel blijven stilstaan, terwijl dat is prima om een gevoel te voelen, wat het ook is. Maar je hoeft er niet in te blijven hangen. Je kunt ook besluiten op een gegeven moment van... ik heb het doorvoeld en nu is het goed. Nou, daar helpen deze reflectievragen bij. En nog andere reflectievragen die je kunt gebruiken... om hier meer inzicht in te krijgen. En wat natuurlijk ook heel interessant is... en dat is waar ik eigenlijk mijn eigen journal het meest voor gebruikt heb tot dusver... sinds mijn 16e ongeveer doe ik dat... is doelen stellen. Dat is een hele effectieve methode om je ambities te realiseren. En in een doelenjournal... of in een journal waarin je doelen opschrijft... kun je specifieke, meetbare, haalbare, relevante, tijdgebonden... smart doelen opstellen. En je kunt dus ook de voortgang bijhouden en dan reflecteren op jouw weg naar die doelen toe. En dit proces dat helpt niet alleen bij het concretiseren van wat je wil bereiken, dus het helderder krijgen, maar het biedt ook een gestructureerde manier om je voortgang te evalueren En jezelf dus verantwoordelijk te houden op het moment dat je ziet dat dingen niet gebeuren. En als het wel lukt, dan kan het een enorme motivatie zijn voor je om ermee door te gaan. En het zorgt er ook voor dat je veel meer in die actiestand komt. En ik gebruik het dus al jaren. En ik gebruik het voor het manifesteren van alles wat ik wil. En ik geloof daar ook heel erg in dat je, als je weet waar je naartoe wil. Hè, als je naar New York wil, schrijf dan op dat je naar New York wil. Schrijf dan niet dat je naar een Amerikaanse stad wil. Want dan is de kans dat je in New York terechtkomt best wel klein. Als dat je niet uitmaakt, dan is het natuurlijk helemaal prima. Maar goed, je koers bepalen en welke koers je wil varen, zorgt er wel voor dat de kans groter is dat je ook op koers blijft en dat je ook doel behaalt. En voor jezelf is het natuurlijk belangrijk om na te gaan van in hoeverre werkt dit voor mij? Hè, sommige mensen vinden het veel fijner om vanuit flow te werken. Dat is prima, dat is een hele andere methode. Maar helemaal doelloos leven, dat is, ik weet het niet. Mij lijkt het niet zo relaxed. Maar goed, daarmee wil ik niet zeggen dat de hele dag doelen opschrijven en continu bezig zijn met manifesteren, dat dat dan het ding is. Want ik geloof daar namelijk ook helemaal niet in. Heel veel mensen denken dat manifesteren is, als je maar hard genoeg eraan denkt, dan gebeurt het. Dat is manifesteren niet. In principe manifesteren we de hele dag, bewust en onbewust, van alles. Want eigenlijk zijn onze hersenen, die volgen gewoon op wat wij denken. Wij geven continu instructies en daar volgen ze eigenlijk, doen ze opvolging aan. Als jij een bepaalde richting in wil, dan is het gewoon slim om te zeggen, ik wil die kant op. En niet, doe maar wat. Ik werk zelf heel graag met thema's wat dat betreft. Ik vind het fijn om het een beetje te specificeren. Dus wat wil ik bijvoorbeeld, wat gaat er goed op het vlak van relaties, huis, werk, vakantie, vrije tijd, familie, sport, voeding, vriendschappen, geld. En schrijf dus eerst op van hoe staat het ervoor? Hè? Een soort nulmeting van dit is de situatie op dit moment. Wat gaat daar goed aan? Waar ben ik blij mee? Waar ben ik dankbaar voor? En dan vervolgens kijk ik naar, wat zou ik hier nog meer in willen? Wat zou er nog beter kunnen? Wat zou ik wensen? Wat verlang ik naar? En dan ga ik dat opschrijven en dan ga ik het laten liggen. Niet de hele dag eraan denken. En dan ga ik een half jaar later kijken. En het hele leuke is dat je dan dus weer gaat reflecteren van, wat is er nu in de tussentijd gebeurd? Is het gelukt of niet? Welke doelen heb ik al behaald? In hoeverre zijn ze behaald? Wat is er nog mogelijk? En dat dan zo elk half jaar. En daarbij is het belangrijk om zo specifiek mogelijk te zijn. Zoek er ook plaatjes bij als je dat leuk vindt. Als je visueel ingesteld bent, moet je dat zeker doen. Ik ben muzikaal ingesteld, dus ik hou heel erg van om er ook een soort soundtrack bij te verzinnen. Of te kijken naar liedjes die helpen om dat gevoel op te roepen. En die draai ik dan ook regelmatig. Dus voor sommige mensen is het fijn om bijvoorbeeld een woord te hebben, waardoor ze daaraan herinnerd worden. Of, dat sowieso moet je ook het gevoel omschrijven dat je erbij hebt. En, al deze trucjes kun je gebruiken. En dan is het eigenlijk whatever works for you. Je kan ook een vision board maken of een mood board. Of je kunt je kunt de hele dag mantra's erover zingen. Voor sommige mensen werkt dat. Maar in principe is het belangrijkste dat je het ergens op papier zet. En gewoon helder krijgt van wat is het dan precies waar ik naar verlang? En het is ook een ding wat, als je het vaker doet, dan word je daar beter in. Het is echt oefening baart kunst. En ik heb een leuke opdracht voor je om daarmee te oefenen. En ik heb nu hier opgeschreven van kies 3 levensthema's. Omdat ik denk dat als je hier niet gewend bent hiermee te werken, dat je niet te groot moet beginnen. Dus kies 3 levensthema's en schrijf bij elk thema een doel op. Wat wil je op dat vlak? En omschrijf vervolgens zo uitgebreid mogelijk hoe dat doel er dan uitziet. Wees specifiek en schrijf ook hoe voelt het. En dan komt de next level manifesteringstrucje erbij. Dit is iets wat ik sinds een aantal jaar toepas. Daarvoor wist ik dat niet dat dat zo werkte. Maar het is heel krachtig als je het opschrijft alsof het al waar is. Nou, ik zal natuurlijk een voorbeeldje geven van mezelf. Ik heb de wens al jaren om een huis aan het strand te hebben. Afgelopen oktober was ik in San Francisco. En kwam ik daar eigenlijk bij toeval terecht in dat huis aan zee met zeezicht wat ik in mijn hoofd had. En dat was echt ook een soort van knijp mij even heel hard, want dit kan niet waar zijn. Op 48th Street, wat mijn lievelingsgetal is. Betaalbaar ook nog. En daar heb ik dus een tijdje gezeten. En nou, ik wist niet wat ik meemaakte. Ik vond het fantastisch. Was nog, eigenlijk helemaal niet in mijn planning. Maar ik had natuurlijk wel die wens om dat strandhuis te hebben. En het was een tijdelijk ding. Dus ik heb er even aan kunnen proeven. En de smaak te pakken ook. Dus ik weet nu van oké, dat wil ik manifesteren. En als je het dan gaat opschrijven in je journal, dan start je je zin met: ik ben vandaag zo gelukkig, omdat. En dan maak ik hem even af als voorbeeld. Ik ben vandaag zo gelukkig dat ik opstond en vanuit mijn woonkamer zo het strand opliep. De zon schijnt en ik voel een warm briesje op mijn huid. Ik kijk naar de zee. Elke dag is die anders. Ik kijk naar de lucht. Ik hou zo van de wolken. Zo direct ga ik heerlijk achter mijn laptop zitten met zicht op de zee en een schaaltje heerlijk tropisch fruit. En dan schrijf ik het laatste hoofdstuk van mijn tweede bestseller. Nou, ik weet niet of je het voor je zag, maar ik zie mezelf daar helemaal zitten. En wat er dus in dit verhaal zit, zitten meerdere wensen in. Er zitten wensen in dat strandhuis. Er zitten wensen in dat ik dus inderdaad heel graag zo de deur uit op het strand loop. Blijkbaar is het in een land waar de zon schijnt. Ik heb van achter mijn laptop zicht op de zee. Ik eet exotisch fruit, dus het is ook op een plek waar je dat lekker kan krijgen. En ik schrijf het laatste hoofdstuk van mijn tweede bestseller. Dat betekent dat ik al een bestseller heb geschreven en dat ik bijna klaar ben met mijn tweede bestseller. Ik weet dus blijkbaar al dat het een bestseller gaat worden, dat is ook cool. En dus heel interessant hieraan is het natuurlijk van, ik heb helemaal nog niet een boek geschreven, dus blijkbaar ambieer ik dit. En hoe zou het zijn voor mij als dit waar was? Nou, ik kan je vertellen dat mensen die heel veel met manifesteren bezighouden, met de wet van de aantrekkingskracht, de LOA, zoals het ook wel genoemd wordt, de Law of Attraction, die zeggen, alles is er al op dit moment voor jou. Het enige wat er nog niet is, is jouw geloof dat het ook voor jou er al is. Jouw geloof dat je het überhaupt kan krijgen of hebben. Voor jou voelt het nog als een droom. Of als iets niet realistisch, ver van je bed. Misschien wel heel ver van je bed. En het interessante is natuurlijk, als andere mensen dit kunnen krijgen, als andere mensen een mooi huis aan zee kunnen hebben, waarom zou jij dat dan niet kunnen hebben? Wat is het verschil tussen jou en die mensen? Als jij de wens hebt om miljonair te worden, waarom zou je dat niet kunnen worden? We hebben het verhaal in ons hoofd van, ja, maar we zijn voor een dubbeltje geboren, dus we kunnen nooit een kwartje worden. Maar een miljonair kan ook voor een dubbeltje geboren zijn, maar die heeft alleen het geloof gehad dat hij wel meer dan een kwartje kon zijn. Hij of zij of hen, dat maakt niet uit. Maar dus ergens is daar een ander verhaal. En dat verhaal, dat is dus eigenlijk het verschil. Wat je moet leren als je wil manifesteren is loslaten dat het niet voor jou zou kunnen zijn. En dat hele verhaal wat je meegekregen hebt, misschien wel vanuit je jeugd, vanuit je opvoeding, misschien wel generaties lang, dat jij op een bepaalde manier bent. En dat dat onveranderlijk is. En dat is natuurlijk niet waar, want je hebt inmiddels, als je al vaker een journal bijgehouden hebt, heb je al gezien dat je jezelf persoonlijk ontwikkeld hebt. Dus dan weet je al, nee, dat is niet waar. Ik kan me veranderen. En ik kan dus alles wat ik zou willen, zou ik kunnen hebben. Als ik maar geloof dat dat kan. En ja, ik denk dan altijd van, nou, als iemand anders miljonair kan zijn, waarom zou ik het dan niet kunnen zijn? De enige reden waarom ik het niet ben, is omdat ik geen prioriteit eraan gegeven heb. Omdat ik niet mijn doel heb gesteld daarop. En dat heeft die miljonair wel gedaan. Die heeft in ieder geval, laten we het zo zeggen, niet per se misschien gedacht, ik word miljonair. Want je kan ook spontaan miljonair worden. Maar die heeft wel dat idee omarmd. En die heeft wel dat ook ontvangen. En als je dat niet kan, als je een verhaal hebt bijvoorbeeld over dat je niet waard bent, ja, dan komt het ook niet naar je toe natuurlijk. Dus wat we moeten leren is ook alle verhalen over waarom we het niet zouden mogen hebben, die zouden we los moeten laten, zodat we ook, en daar werkt een journal ook heel goed voor, dat je ook je hoofd en je handen vrij hebt om te kunnen ontvangen. En dat is heel erg essentieel, want als je vol handen hebt, dan kan er niks bij. En als je een vol hoofd hebt, kan er ook niks bij. Dus ja, dat leegmaken, dat ja, op papier zetten, uit je systeem halen en zorgen dat het, zeg maar, al op papier gemanifesteerd wordt, dat is al een hele grote stap 1. Laat het niet in je hoofd rond blijven hangen, want in je hoofd heeft het geen effect, gebeurt er niks mee. Spreek het uit, schrijf het op, doe er wat mee. Dat is mijn tip over manifesteren. En ik kan daar nog 100.000 dingen meer over vertellen, maar dit is voor nu wel even prima, denk ik. En wat het ook is dat je gaat oefenen in dankbaar worden. Misschien ben je wel eens dankbaar, maar misschien ben je niet bewust dankbaar. Misschien ben jij iemand die altijd kijkt naar wat er wel is en niet naar wat er niet is. Maar dat is ook een spier die je nog beter kan trainen. Want dankbaarheid is zo ongelooflijk krachtig. Eigenlijk is dankbaarheid de remedie tegen bijna alles. Op het moment dat jij dankbaarheid voelt, dan kan je niet ondertussen ook anderen, met name negatieve emoties, voelen. Dus je kan niet boos, jaloers, angstig zijn, tegelijkertijd met dankbaar. En bijvoorbeeld als je, nou, stel dat ik ben gaan fietsen en ik ben keihard op mijn smoel gegaan. En ik lig in de kreukels naast mijn fiets. En mijn fiets ligt ook in de kreukels. Nou, dan kun je allerlei gevoelens hebben. En in het algemeen zijn dat negatieve gevoelens. Namelijk, je hebt pijn. Je bent geschrokken. Je bent emotioneel. Je bent misschien verdrietig. Je baalt ervan dat je fiets stuk is. Je baalt ervan dat iemand je van je sokken gereden heeft. Nou, allemaal dingen. Allemaal negatieve emoties. Die er moeten zijn, want dat is belangrijk, want je moet ook dat doorleven om het ook achter je te kunnen laten. Je moet het zeker niet onder het tapijt vegen. Ik zeg altijd, feel the feels, maar blijf er niet in hangen. Op het moment dat je je realiseert, ik ben heel hard gevallen en het doet pijn en mijn fiets is stuk, maar my god, ik leef nog, ik had ook dood kunnen zijn. Dan kom je in de dankbaarheidsstand. En dan verdwijnt eigenlijk alle negatieve emotie als sneeuw voor de zon. En vanuit die emotie kan je ook weer makkelijk opstaan en weer verder met je leven. En kan je ook dingen weer gaan relativeren. Van ja, nou ja, het is maar een fiets. Komt wel goed. Verzekering lost het op. Of whatever, weet je wel. Of ik heb een goede vriend of vriendin die nog wel een fiets over heeft. Dan ga je weer in oplossingen denken. En dat is super belangrijk. Ja, en Friedrich Nietzsche heeft een mooie uitspraak dus over. Hoe meer je telt wat je hebt, hoe minder je verlangt naar wat je niet hebt. Dus het is ook weer, where focus goes, energy flows. Op het moment dat je gaat kijken van wat er allemaal in jouw omgeving allemaal goed is. Hoe meer je dat ook gaat, nog meer gaat waarderen. Hoe meer je het ook gaat zien. Hoe meer kleine dingetjes je ook gaan opvallen. En hoe minder je bezig bent met alle schaarste die er is in je leven. En in principe, er zijn natuurlijk een paar uitzonderingen. Maar in het algemeen, zeker in Nederland, zitten we er natuurlijk helemaal niet slecht bij. En hebben we natuurlijk helemaal niet te maken met schaarste, laten we heel eerlijk zijn. Wij leven een heel abundant leven. Er is in principe genoeg. Sowieso in de hele wereld is er genoeg. Het is alleen niet goed verdeeld. En wat je dus gaat doen als je dus vanuit die dankbaarheidsstand naar de dingen gaat kijken, dan ga je alles gewoon veel meer waarderen. Dan kan je nog steeds wel eens een negatieve ervaring hebben en iets negatiefs zien, maar je kan ook tegelijkertijd zien wat er goed aan is. We noemen dat ook wel het cadeautje in de stront. Als je heel veel shit meemaakt, dat is super heftig natuurlijk, maar tegelijkertijd zit er eigenlijk in alles wat je tegenkomt dagelijks, zit ook iets moois. Hè, het leven is nou eenmaal niet alleen maar één kleur, het is alle kleuren. En het is positief en negatief, het is licht en donker en alles wat daartussen zit. Dus op het moment dat je daar meer in gaat oefenen, ga je dat ook veel meer zien. En vier je dus veel makkelijker weer op als je tegenslag hebt. En word je dus veel veerkrachtiger en dus ook emotioneel sterker. Ja, dus dat is heel erg goed nieuws. Want dankbaarheidsjournal, dat focust gewoon op positiviteit door dagelijks momenten van dankbaarheid op te schrijven. En ja, het is echt bewezen dat je welzijn verhoogt. En dat je zelfs in moeilijke tijden dus dan beter gaat voelen. En ja, bij mij is die spier dus heel goed getraind. Ik heb er heel veel shit meegemaakt. En ik kan nu eigenlijk alle minuut al de cadeautjes in de shit zien. Dat is voor mij een soort van, ja, zo'n goed getrainde spier. En dat maakt dus ook dat, ja, ik me eigenlijk in het algemeen super tevreden voel. En dat ik mentaal ook enorm sterk ben. En ja, dat is wat dankbaarheid doet. Dankbaarheid bevordert je tevredenheidsgevoel, je mentale gezondheid. En het zorgt er ook nog voor dat je meer waardering krijgt voor ervaringen en voor mensen. En dat versterkt weer je persoonlijke relaties. Hoewel je dit in business ook veel meer zou moeten toepassen. En dat ook heel veel effect zou kunnen hebben. Dus ja, weet je, ga dit echt oefenen als je het nog niet doet. Door bijvoorbeeld elke dag 3 dingen op te schrijven waarvoor je die dag dankbaar bent. En ja, probeer dat even op een rustig moment te doen. Bijvoorbeeld vlak voordat je gaat slapen. Heel even die dag doornemen. Eventjes kijken van wat was er goed. En voel die dankbaarheid ook zo diep mogelijk van binnen. Echt eventjes een beetje, ja, leg je hand op je hart bij wijze van. En ga eventjes helemaal incorporeren hoe dankbaar je voor dingen bent. En als je dat doet, dan gaat het ook echt in je systeem zitten. Dan gaat het echt onder je vel zitten en dan in positieve zin. En ik heb daar nog wel een tool voor, die heel krachtig is ook, om dankbaarheid zichtbaar te maken. Kijk, dat kun je dus in je journal schrijven. Maar in dit geval is het ook een hele leuke tip om het in een glazen pot te doen. Elke dag 3 dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent op leuke gekleurde briefjes. En die in een pot te stoppen, in een doorzichtige pot. Dan zie je eigenlijk je dankbaarheid en alles waar je dankbaar voor bent, zie je groeien. En dit is een tool die ik ben gaan inzetten in de periode dat ik in de rouw was, toen mijn partner was overleden. Dat is inmiddels al 12 jaar geleden. En toen zag ik het even niet. Hè? Dat is ook logisch. Ik zag het even niet meteen van, nou, wat is nou allemaal tof aan dit leven? En ik ben dus elke dag die briefjes in die pot gaan stoppen. En eigenlijk na een paar weken al is die pot vol. En realiseerde ik me dus van, hé, weet je, dit is gewoon allemaal goed aan mijn leven. Wat? Nee, dit is fantastisch. En nou, dat heeft mij door die hele moeilijke periode enorm gesterkt. Dat ik gewoon zag van, nou, weet je, ja, mijn partner is er niet meer. Maar dit is er allemaal nog wel. En ja, dit is zo'n pot. Ik laat je even een voorbeeldje zien. Zo'n pot met van die briefjes. En dat ziet er gewoon heel tof uit. Goud waard dit. Ook heel leuk om met je kinderen te doen. Om te oefenen in dankbaarheid. En mocht je dat willen. Ik heb die potten in mijn webwinkel. Zijn die te koop. En dan kan je zelf dit ook maken. Maar dat terzijde. Je hoeft niet dankbaar te zijn voor ingewikkelde dingen. Je kunt ook dankbaar zijn voor dat je een bed hebt. Of voor het feit dat de zon schijnt. Of dat het regent en dat je plantjes eindelijk water krijgen. Dat jij het niet hoeft te doen. Je kan dankbaar zijn voor het feit dat je een schattige parkiet hebt. Of dat je een toffe klant hebt binnengehaald. Juist de kleine dingen. Dat zijn de dingen die het echte effect hebben. Die het verschil maken. Die zorgen dat jij deze spier nog beter traint. Dankbaar voor grote dingen is niet zo moeilijk. Maar voor kleine dingen. Dat is een soort vingerspitsen dingetje. En ja, dat gun ik je van harte. Want dan gaat je energielevel gigantisch verhogen. Dit was wat ik met je wilde delen vandaag. En laat me gerust weten als je vragen hebt. Morgen gaan we het hebben over journalen voor je business. En ja, als je een opmerking hebt, als je het leuk vindt om hier een inzicht te delen op Instagram, tag mij dan eventjes, vind ik altijd leuk. Mail me als je vragen hebt, kat@catcolnot.com. En dan zie ik je heel graag morgen weer terug bij dag 3 van de Power of Journaling Challenge. Tot dan, ciao!